Ja, de tweede ambukeert nu. De spitsers, wij zijn rustig gaan rollen. Twee ambu's zijn aangesloten. En ik weet niet of dat mee was gekregen. We zien het als een geleidend transport, dus ik wil graag alle hobbels en zo horen. Ja, dat is begrepen. Voor de ambuschauffeur. Deze straat hebben we nog meerdere drempels. U kunt aan mijn voertuig zien hoe hoog die zijn. En bij de linksafbeweging komt u tramrails bij tegen. Ja, mee toe. Bij de linksafbeweging, opgelet, tramrails. Grote hobbel in de vorm van een bruggetje. Ja, grote hobbel in de vorm van een bruggetje voor de ambu. Ja, grote hobbel. Bij de zeebrand. De ambuschauffeur hoeft niet overal op te antwoorden. Als u het maar doorkrijgt, dan zijn we blij. En dan kunt u zelf anticiperen. Hoeft u niet de hele tijd antwoord te geven. Motorrijden door naar de Schoenmakersstraat. Quinten of Arnie, hier weer een hobbel. Ja, uiteraard. En kom ik bij Quinten. Lampjes zijn rood. Snelheid is 30. 50 meter rood licht. En met rood kom ik te kruisen. Volgende lampjes. Ze zijn ook rood. Snelheid is 30, 50 meter. Nog steeds rood. En met rood kom ik te kruisen. De ambu, we rijden hier lekker midden op. Er kan niks ons inhalen. We hebben daar geen last van. Ja, ik wil graag maar even 50 meter voor de verkeerslichten ben je te gaan, de drempel. 50 meter voor de lampjes, Beatrice slaan een forse drempel, ja begrepen. Terwijl meter tot de lampjes, lampjes zijn rood. 100 meter rood. 50 meter de hoogte van de drempel. En met rood kom ik te kruisen. De hoogte van de totaal kruithuis weg. Lampjes voor of dreef, die zijn rood. Ongeveer 200 meter. Snel, het blijft echt laag, jongens. Ben ik de hoogte van de drempel, 50 meter rood licht. En ik kom met rood, kom ik de kruising op. Weer midden oprijden tussen rijstrook 3 en of 2 en 3. Zij weet niet of het sneller moet, hè? Dus als zij sneller wil. Kan je de afrit Schoenmakersstraat pakken? Dan willen we daarna weg te krijgen. De volgende kruis staat 5 helemaal vol.
Ik heb het helemaal meegekregen, het gaat goed. Ik heb maar een steuze van uit laten staan. Ja, dit gaat leeg. Kruithuis gaat leeg. Ik hoor je mee, Ton. Ongeveer 100 meter tot de oprit Schieberg. Ja, ik trek hem helemaal leeg. Ik heb ook hulp van de Rijkswaterstaat Kruithuisplein. Pek nogal. Ja, is begrepen. Ik moet gewoon de hoofdrijbaan Kruithuisweg aanhouden. We gaan verplaatsen naar rijstrook 1. De hoogte van de afrit heb ik nog steeds verkeer. De snelheid is 60. Zitten wij de hoogte van de afrit Schoenmakersstraat. Dat is prima. U rijdt gewoon richting mijn kont. Ik ga harder rijden, dus u geeft het minimale tempo aan. Ja, oké. Nog ongeveer 200 meter tot de lampjes, Ton. Het gaat weer enigszins remmen. Ja, ik ben er zo recht op aan. Dus ik ben met de neus naar jou gestaan. Ik ga te rijden. Ja, ik zie je staan. Ik kom over het vak voor rechtsaf, rechtdoor. En ben ik bij jou. Ja, vakantie is afgelopen, Tom. Zitten wij op de toerrit. Snelheid is 50, we gaan hem op de hoofdrijbaan opvoeren richting de 100. Nee, dat is prima. Voor de ambu, eigen gelegenheid, gaan wij naar links. Ik zie een mooi gat ontstaan. Hele stoetje zitten we op rijstrook 1 nu. Dan gaan we opvoeren richting de 120. Voor de ambuschauffeur, als u het te hard vindt gaan, laat u zich een beetje afzakken en dan zak ik ook af. Inmiddels 120 bij 13.3. Ambu komt mee. We gaan een klein beetje opvoeren richting de 130. Voorste spitser 15 rond, geen bijzonderheden, is begrepen. 14 rond rijden we 125. Ja, doe maar. Ga maar alvast kijken. Ik hou volgens mij Ton voor mij. Dat is voldoende. En dan ga jij alvast kijken of je een gat kan prikken. De ambu laat zich iets afzakken. Ik zak mee terug richting de 100 km per uur. Ik heb een broodje, een ander in de vaartje, want hier zou
zijn inmiddels onder de Doemkade, 105 op de klok. Zou ik de blauwe vrachtwagen, dat is de laatste. Blauwe vrachtwagen is de laatste. Ik zie het gat ontstaan. We zitten ongeveer op 300 meter. Tot aan centrum geen bijzonderheden, is begrepen. We zitten op 100 meter, snelheid is 100. 50 meter. We zijn iets teruggevallen richting 95. En dan gaan we langzaam verplaatsen. Dan zitten we inmiddels op rijstrook 3. Het gaat mee, hè? Hè? Kutgolf. Ja. En zitten we inmiddels op de afrit. De snelheid is nog steeds 100. Maar als jij voorop zit, ga jij maar lekker mee met de wind. Ja, stop. Ja, hier wurmen wij ons wel tussendoor. Komt goed. Dankjewel. Wij inmiddels het hoogste punt van de flyover van Blijdorp. 80 op de klok. Toevoeging van rechts laat jij liggen. Gaan we naar rijstrook 1. Quint, ik hoor graag een plan van jou. Rechtdoor voor rechtdoor. Ja, is begrepen. Ik zie dat het strookje toch nog afgevangen wordt. Dan zitten wij 50 meter bij jou vandaan. Kom er maar voor, kom er maar voor. Nou, ongeveer 100 meter tot de kruising. Snelheid is 70. We gaan terug richting de 50. Let op. 50 meter, lampjes zijn rood. Kom over rijstrook 1 voor rechtdoor, rechtdoor. En met rood kom ik de kruising op. Let op, tramrails middenop. Volgende lampjes zijn rood, 100 meter, snelheid is 40. 50 meter rood licht. En met rood kom ik de kruising op. Aan het linker gaat voor rechtdoor om rechtdoor te gaan, dan op de kruising en dan verkeerslichten. En zo, ja, is begrepen, linker vak rechtdoor, rechtdoor is begrepen. Let op voor de ambichauffeur, hier een hobbel. Ja, die had ik gehoord. Tremmers op de kruising. Vijftig meter, lampjes zijn rood. Ja, is begrepen. Snelheid is 40 en met rood kom ik de kruising op. Quinten is door naar de lampjes. Wij gaan op rijstrook 2 rijden. Let op, tunnel in, forse hobbel. Dat denk ik niet zo goed, want dat gaat steeds harder wel. Is hij helemaal leeg, Quint, of moet ik nog iets doen aan het einde? Nee, ik heb een antwoord. Ik kan de kruisje moeten aanhalen, dan zal ik de rode kandidaat. Ja, helemaal perfect. Wij komen bij de laatste spitser. Lampjes zijn groen, snelheid is 45. En met groen kom ik de kruising op. Let op, weer tramrails middenop.
Nou, wij beginnen aan de afdaling. Snelheid is 50, stabiel. Nog steeds 50 zitten wij onder het eerste viaductje. Ja, komen we bij het tweede viaductje, ongeveer nog 50 meter tot de toevoeging van rechts. Dat is heel hard. 50 meter snelheid is 40, opgelet. En kom ik bij de laatste spitser. Lampjes zijn groen, snelheid is 30. Let op, ik kom eromheen. En dan kom ik op de kruising. De lampjes zijn rood, ongeveer 100 meter, snelheid is 40. Nog steeds rood en met 40 kom ik de kruising op. Ja, doe maar bij lijn. De bocht staat er een persoonauto te wachten, een beetje rechts aanhouden. Na de bocht persoonauto te wachten is begrepen. Houden wij een beetje rechts aan. Doe maar nog heel even aan. Ja, en dan ben ik bij jou. Aan? Ja. Voor de ambu, wij maken even ruimte dat u eerst naar binnen kan.